Heb jij al een testament? Nee. Nee, ik ga ervan uit dat ik nog even door mag. Na de uitvaart van een dierbare volgt voor velen vaak een lastige weg om de draad weer op te pakken. Naast het emotionele stukje zijn er ook een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. Ik ga eens vragen wat voor zaken dat precies zijn. Waren er na de uitvaart ook nog zaken die u moest regelen? Nou, bij mijn vader viel dat wel mee, want toen bleef mijn moeder over. Maar bij mijn moeder moest het verpleeghuiskamer, die moest wel binnen een week na overlijden leeggeruimd worden. En dat vind ik wel een zware klus. Was dat het enige, of waren er nog meer regelzaken die moesten gebeuren? Nou, de erfenis die geregeld moet worden, nog narekeningen, nacalculaties, belastingdienst die nog langskomen. Het huis verkopen. Mijn vader had een vriendin, die was veel ouder, die bleef nog in het huis. Toen moesten wij regelen dat dat kon en dat zij daar recht op had. En na een half jaar ging dat niet meer goed. Toen moest ze dus naar het leeghuis en toen hebben wij het huis verkocht. Er is geen draaiboek voor. Dat draaiboek moet je zelf uitvinden, zeg maar, op dat moment. Ja. En het as, wat heeft u daarmee gedaan? Dat heb ik om mijn nek een klein beetje hangen. Oh, mogen we dat zien? Hier. Wat zit hierin? Wat zit erin? Eerlijk zeggen, nooit over nagedacht. Nee? Nee. Nee. Zou dat iets zijn waar je over zou moeten nadenken, denk je? Denk het wel, want ik ben wel een vriend van mijn bijdrage, ik was pas 16. En ja, die heeft het natuurlijk helemaal niet. Ik wil er eigenlijk wel niet over nadenken misschien, maar ik moet wel. Ik kom erachter dat er toch nog wel wat dingen geregeld moeten worden, zelfs na de uitvaart. Dat zijn dingen waar je niet meteen over nadenkt, waar je over na wilt denken als het zover is. Maar wat voor zaken zou je nu al kunnen regelen?